De Eindhovense Raad lijkt op hoofdlijnen akkoord te gaan met de kadernota 2013-2016. Daarin staat dat de stad over een paar jaar geen 56, maar 68 miljoen euro moet bezuinigen. De nota werd gisteravond besproken bij de algemene beschouwingen. De coalitiepartijen lijken mee te gaan met het college, maar de oppositiepartijen hadden zo hun puntjes van kritiek. De SP maakt zich zorgen over de burgerparticipatie, inspraak van burgers. Jullie fractie vindt dat eigenlijk toch wel af en toe met voeten wordt getreden. Kunt u eens aangeven? Nou, het zou wat ons betreft een stuk beter kunnen. Als ik kijk naar de hoorzitting die vorig jaar is georganiseerd naar aanleiding ook van de kadernota. Toen zijn er een heleboel mensen hier geweest die hebben mee willen praten over de toekomst van de stad. En bijvoorbeeld als je kijkt naar de sportverenigingen die gebruik maken van de ijsbaan. Hebben heel veel aangegeven op welke manier er geld binnen zou kunnen komen voor de ijsbaan. En hoe ervoor gezorgd kon worden dat toen wat het besluit of het voorstel wat toen was om het ijsbaan te sluiten om dat te voorkomen. Namelijk om meer geld binnen te halen. En daar is eigenlijk weinig tot niks mee gedaan. De SP die zei van, en daar was ik wel een beetje teleurgesteld over, dat er niets gedaan was met de ideeën van de mensen in de stad. Ik wil u helpen herinneren, we hebben in december 2010 hebben een boekje gemaakt met alle bezuinigingen die we nu in de kadernota hebben staan. En daar staat precies op elke pagina, staat er een, als er een meneertje of een mevrouwtje met een lampje, dan was het een idee vanuit de ambtelijke organisatie. En als er een huisje stond, dan was het een idee van de mensen uit de stad. Nou, bijna elke pagina ziet u er één of twee al staan. En het lijkt erop dat u alleen maar ziet als mensen die ontevreden zijn met een keuze, dat daar niet altijd meteen naar geluisterd is. Dat is het enige waar u op aanslaat. Terwijl al die ideeën van mensen die we serieus hebben genomen en nu vertalen zijn in beleid, dat betekent ook luisteren. Dus als u zegt van u luistert nu, u heeft geen enkele idee overgenomen, dan ga ik eigenlijk dit boekje nog een keer aan u geven om te laten zien op welke punten wij allemaal ideeën van mensen uit de stad hebben overgenomen. Kunt u eens uitleggen wat precies die zorgen zijn? U zegt dat het echt onder druk staat. Ja, het staat echt onder druk, maar de wethouder gaf dat natuurlijk ook al aan. Wij hebben eigenlijk helemaal geen cent meer te makken om iets te doen. Dan willen we iets gaan doen, dan moeten we gaan lenen. Dat staat ook in de kadernota. We gaan een rente meer betalen, 4 miljoen per jaar. Als je de stift even een beetje uitrekent, is dat zo ruim 200 miljoen wat we bij moeten gaan lenen. We hebben al 500 miljoen schuld. Dus mijn visie in de jaarrekening, dat we straks naar een miljard schuld gaan, ja, dat komt er heel dichtbij. En daar maak ik me eigen zorgen over, omdat we niet kunnen aflossen. Want onze begroting is nog steeds gewoon sluitend. Wij geven elk jaar niet meer geld uit dan er binnenkomt. En als we dus inderdaad geld lenen, dan betekent dat we een groter deel van de begroting moeten vrijmaken om die rente te betalen. En dat moeten we met elkaar dan bediscussiëren of we die investeringen dat waard vinden. Wat is precies de zorg bij de LPF over die leningen en die rente die erover betaald moet worden, vooral ook volgens mij om het feit dat sommige leningen blijven staan, niet worden afgelost? Nee, dat is inderdaad juist. Je kunt niet blijven lenen en de rente blijven betalen, want we betalen dan rente op rente in Eindhoven. En op een gegeven moment, dan hou het op. En we zien altijd dat er het reclamespotje op de tv, lenen kost geld. En dat is bij de gemeente niet anders. U zegt, wij lossen niet af. Nee, de gemeente lost wel degelijk af. Als wij een lening hebben, er is nog geen bank bij ons geweest die op stoep heeft gestaan van beste gemeente, u lost niet af. We lossen wel degelijk af. We gaan net een liquiditeitsbegroting maken, zodat we ook nooit in de liquiditeitsproblemen komen. Ik wil heel graag hebben, en dat zijn ook de signalen uit de stad die ik heb ontvangen, dat evenementen op zijn merites worden beoordeeld. Op de omvang ten opzichte van de verhoudingen van de stad. Wie zijn erbij betrokken? Dat je daarmee een prioriteitenlijst gaat neerzetten van, nou, als het dan geld tekort is, net zoals bij Fiesta del Sol een aantal jaren geleden, dat je dan een bedrag van 50.000 euro tekort komt, dat je bij zo'n groot gemeenschappelijk feest, evenement, dat je daar dan extra inzet voor hebt. En als u dan zegt, een evenement wat leuk is, moeten we kosten wat het kost tegen elke prijs in stand houden, dan zijn wij het hardgrondig oneens. Want dat initiatief moet echt vanuit de stad zelf komen. We kennen ook nog een voorbeeld waarbij u met z'n allen mij op aan heeft gesproken van waarom is dat evenement nou wel geholpen. Want had u dat wel moeten doen? Dus wij willen echt die verantwoordelijkheid op de goede plek neerleggen. En dat betekent dat er inderdaad evenementen wegvallen, soms een jaartje overslaan. Concours de Piek heeft nu overgeslagen. Nou, het Eind of Culinaire heeft dat ook een keer gedaan. En volgens mij, als we de laatste editie hebben gezien, heeft dat geen schade berokkend. Integendeel, te sterker teruggekomen. De kadernota wordt volgende week nog eens uitgebreid besproken in de verschillende commissievergaderingen. En 26 juni wordt er dan in de Eindhovense gemeenteraad over gestemd.